Welkom ook in naam van mijn collega's die samen met mij dit webinar organiseren hier in België. Inge, Valérie, Damien en Els. En ook onze twee, in naam van onze twee sprekers natuurlijk vanavond, Hans Stegeman, Chief Economist van Triodosman. En Joeri de Wilde, eveneens Economist van Triodosman. Beide vinden jullie terug of werken in het departement dat wij noemen Impact and Economics. Want bij Triodos ga je altijd over impact hebben en niet alleen over economics. En zo ook vanavond. Het webinar heeft als titel Economic Outlook 2024. Maar bij Triodos bent u altijd goed voor, in dit geval voor en economische perspectieven voorgeschoteld te krijgen, gekoppeld aan duurzame keuzes. We hebben ongeveer 1 uur om dit samen met u te bespreken. Ik ga zo dadelijk het woord doorgeven aan Hans Stegeman. Daarna komt Joeri de Wilde aan het woord. Hans komt dan even terug en dan reserveren we op het einde 1 kwartier voor uw vragen. U kunt die al stellen in de Q&A. U kunt ze ook liken. En dan weten we meteen welke vragen het meest prangend zijn voor u. En dan zie ik u over 3 kwartier terug. Hans, het woord aan jou. Tot zo. Dankjewel. Dankjewel, lieve. Welkom allemaal. Leuk hier te zijn. Zoals u deze webinars de afgelopen jaren heeft gevolgd, heeft u kunnen zien dat we elke keer een extra stap hebben genomen in de onderwerpen die we beschouwen. Vorig jaar hadden we het over polycrisis en weerbaarheid. Het jaar daarvoor hadden we het bijvoorbeeld over vertrouwen. En we dachten dit jaar, we moeten nog een thema nemen om ook de nog duidelijker neer te zetten dat macro-economie, economische vooruitzichten ontzettend verbonden zijn met duurzaamheid. En daarom hebben we dit jaar gekozen voor postgroei. En dat heeft het eigenlijk bouwt het dus voort op wat we vorig jaar gedaan hebben. Een polycrisis, een crisis met heel veel aspecten, met meerdere risico's die niet geïsoleerd kunnen worden bekeken, maar in totaliteit, is iets dat kan je niet zomaar oplossen. En als ook nog dat economisch systeem dat daaraan ten grondslag ligt, eigenlijk de risico's versterkt en niet oplost, dan hebben we het wel over de kern van het economisch. Moet dat wel groeien of niet? Want we hebben een economie die niet werkt voor iedereen. We hebben toenemende armoede wereldwijd, toenemende ongelijkheden. En dan hebben we het over voornamelijk vermogensongelijkheid, maar ook de positie van werknemers. We hebben het ook over die absolute armoede die maar niet afneemt en zelfs toeneemt in sommige regio's. We hebben het over de duurzame ontwikkelingsdoelen. We zaten afgelopen jaar halverwege de strategie van de duurzame ontwikkelingsdoelen die we in 2030 zouden realiseren. En dat ziet er niet naar uit dat dat kan. En ik vertel u ook helemaal niks nieuws als ik u vertel over de planetaire grenzen die we kennen, waaronder klimaatverandering, maar biodiversiteit, landgebruik, de verzuring van oceanen. Dan zien we dat steeds meer van die planetaire grenzen worden overschreden. De 1,5 graad uit zicht raakt. En dat we het niet meer hebben over iets straks in de toekomst, maar dat we het hier en nu elke dag zien gebeuren. En met dat in ons achterhoofd, en moet u voorstellen, dan zitten wij achter ons bureau naar de grafieken te kijken, dan kan je toch niks anders dan het echt over het systeem zelf hebben. En dat is eigenlijk wat we zien. We zien een verwachting aan de ene kant, een mentale verwachting die gebaseerd is op groei, waarbij wij onze samenleving op hebben gebouwd. Een wereldbeeld dat heel erg materialistisch en individualistisch is. Waarvan het heel lastig is om met mensen het gesprek aan te gaan van, goh, iets minder kan toch ook vooruitgang zijn. Terwijl dat het tegendeel eigenlijk waar blijft te zijn. Want dat minder, dus mensen denken minder is slecht. Terwijl minder eigenlijk veel beter zou zijn voor iedereen. Dat is het individuele perspectief, het psychologische perspectief, het onderliggende wereldbeeld, het ethische perspectief, waar wij als Triodos Bank echt iets van vinden, maar waar wij het als economen even wat minder over gaan hebben. We gaan het hier vooral hebben over
de economische structuur en de afhankelijkheid van groei en hoe we daar af kunnen komen. Daarna gaat Juri in op de korte termijn, maar ik ga nu even heel kort dat grote verhaal vertellen. Want het is, er is een verschil, en dat wil ik heel nadrukkelijk uitleggen, tussen economische groei als iets wat wij belangrijk vinden voor onze eigen welvaartsontwikkeling, dat wij genoeg hebben, wat voor een deel waar was, maar in de rijke westerse landen, en dat zeg ik heel nadrukkelijk, is iets anders in Afrika en armoede, waar economische groei, meer materiële economische groei, goed zou kunnen zijn om armoede te bestrijden. En ik zeg goed zou kunnen zijn, want heel vaak komt het alleen maar ten goede aan een hele rijke bovenlaag en is economische groei daar ook niet goed. Terwijl hier bij ons economische groei niks meer te maken heeft met welvaart, maar wel een kenmerk is het van het systeem. Het systeem, en ik probeer het even, het is even abstract, even doorbijten, maar een klein stukje. We hebben een systeem, heel simpel, een economie met bedrijven en huishoudens. Huishoudens consumeren, bedrijven produceren goederen en diensten. Dat is het cirkeltje, dat kent u wellicht als u economie heeft gehad op de middelbare school of vroeger. Dat is standaard economie. Maar die bedrijven moeten winst maken om dat te realiseren. Vernieuwen ze, innovatie, lagen ze prijzen en huishoudens investeren om dat te realiseren. Maar stel nu dat het lukt om meer winst te maken, dan betekent dat ook dat er meer spullen moeten worden verkocht. En die spullen kan je alleen maar meer verkopen als er ook genoeg huishoudens zijn met genoeg geld. Maar dat geld, lonen bijvoorbeeld, die ga je niet afdragen vanuit de winst die je gemaakt hebt. Dus wat heb je nodig? En dat zit in het midden. Toenemende productiviteit, groei heb je nodig. Ofwel meer mensen die erin komen. Dat zorgt er allebei voor dat je groei hebt en dat bedrijven tevreden zijn. En werknemers ook, want die kunnen genoeg inkomen. De turbo op dit geheel is een financieel systeem. Lukt het niet om meer productiviteit te realiseren? En zijn er niet meer mensen? Dus vergrijzing is een probleem voor dit heel geheel. Dan kan je altijd nog meer schuld maken. Schuld is niks anders dan een claim op toekomstige economische groei. Dat kan heel lang goed gaan, maar uiteindelijk moet er ergens een reële basis zijn van wat daar gebeurt. En dan hebben we nog drie andere mogelijkheden voor gratis groei. Dat hebben we de afgelopen tientallen jaren zien gebeuren. Alles wat geen prijs heeft. Dus natuur en energie, of een te lage prijs gegeven wat het doet met onze samenleving. Natuur en energie zijn bijna gratis bronnen van groei. Het is zowel in het belang van huishoudens als bedrijven in dat economisch systeem om goedkope energie te krijgen. Om fossiele energie te verbranden als dat verder niet beprijsd wordt. Instituties, dus het verzwakken van instituties, bijvoorbeeld het verminderen van de onderhandelingsmacht van werknemers, helpt winstmaximalisatie, kapitaalaccumulatie en zorgt voor groei. Commodificatie is een ander lastig woord, maar dat is eigenlijk hetzelfde effect. Dus eerst dingen die georganiseerd werden door mensen zelf. Bijvoorbeeld kinderopvang of zorg, langdurige zorg voor ouderen. Daar kan je ook een markt van maken. En als je er een markt van maakt, dan kan je er winst van maken. En als je er winst van maakt, dan heb je kapitaalaccumulatie en dan heb je een structuur bedacht die weer even verder kan. Is dit allemaal slecht? Nee, dit is niet allemaal slecht. Het is ook niet per definitie een waardeoordeel aan te verbinden, maar het wordt wel slecht als het niet meer past binnen de grenzen van het ecosysteem. De massaliteit van wat we aan het doen zijn, probeer ik met deze figuur weer te geven. 3% economische groei in de hele wereld is wat wij normaal vinden. Dat is nodig om dat systeem ongeveer stabiel te houden. Wachten voor de komende jaren. Juri gaat waarschijnlijk uitleggen dat het best wel weinig is. Maar 3% groei is evenveel als het totale omvang van de wereldeconomie in 1970. 3% economische groei is evenveel als de economie van het Verenigd Koninkrijk op dit moment. Elk jaar komt er een Verenigd Koninkrijk aan economie bij. Dat betekent ook dat in de afgelopen 5 jaar evenveel materiaal is gebruikt als in de hele 21ste of in de hele 20ste eeuw. Ofwel, dit systeem, dit exponentieel groter wordend systeem, legt een enorm beslag op onze leefomgeving. Terwijl het niks te maken heeft met welvaart. Dus daarom moeten we nadenken over, kunnen we van groei afkomen? En dat is niet nieuw, dat is in deze slide. In 1972, het jaar dat ik toevallig geboren werd, waren er hele slimme mensen die al een model hadden gemaakt in opdracht van de Club van Rome. En daarin konden ze al laten zien dat de
productiviteit of de economie, of eigenlijk de industriële productie, op een gegeven moment in hun business as usual scenario rond deze periode een piek zou bereiken. En ze schreven in 2007, tenminste twee van die auteurs, die schreven toen al, there is a primary cause, dat is een belangrijke oorzaak van de continue kritische problemen, en dat is groei. Exponentiële groei van energiegebruik, materiaal, bevolking, dat loopt tegen de grenzen van de aarde. En dan kunt u zeggen, dit is 1972, is dat nou nog steeds wel actueel? Nou, dat is nog steeds actueel, want dit is van november van afgelopen jaar, een nieuwe studie waarin ze datzelfde model hebben geüpdate, met de nieuwe data voorzien. En eigenlijk komt daar exact dezelfde boodschap uit. Op dit moment hebben we te maken met een piek en hierna gaat die productiviteit of die productie alleen maar omlaag, omdat de aarde dat niet aan kan. Dit betekent niet postgroei, want daar hebben we het over. Dus we hebben het echt over, kunnen we met minder af en hoe werkt dat dan? Later ook verder. Maar dat betekent niet, voordat u al afgehaakt bent, dat betekent niet dat er geen perspectief is en dat alles minder moet. Veel mensen denken, en in deze grafiek ziet u de sectoren in de economie en hun toegevoegde waarde, ofwel hun economische omvang, op de verticale as. Iedereen denkt dat het betekent dat alles minder wordt. Maar het zit anders. Het gaat er juist om dat we keuzes maken tussen sectoren. Dat we zeggen, dit is schadelijk, dit levert ons geen welvaart op, hier moeten we mee stoppen. Dit is juist heel goed, dit moet groeien. Dus we hebben ook in een postgroeieconomie, die per saldo op macroniveau minder economische activiteit zou moeten kennen, zijn er ook nog steeds sectoren die groeien en sectoren die krimpen. En dit is even een cliffhanger waarmee ik afscheid neem. Dus ik ga u dadelijk uitleggen hoe dat dan werkt. Hoe je dat kan laten zien dat dat werkt. En dat het eigenlijk ook past met wie je dus bankiert en investeert. Juri, aan jou. Dankjewel Hans. En goedenavond allemaal. Mijn naam is Juri de Wilde. Ik ben econoom, net zoals Hans, bij Triodos. Ik werk er nu ongeveer 5 jaar. En ik ben trouwens zelf wel heel benieuwd naar die cliffhanger van Hans. Dus ik denk dat ik maar een beetje opschiet, zodat we snel horen wat Hans verder nog te vertellen heeft. Maar tot die tijd ga ik u wat vertellen over onze verwachtingen voor de kortere termijn voor de ontwikkelde economieën, dus voor het huidige jaar. En ik probeer wel een beetje terug te grijpen op wat Hans net al verteld heeft en wat hij verder nog gaat vertellen. Want het feit is natuurlijk dat we ons momenteel dus in een systeem bevinden dat afhankelijk is van oneindige economische groei. En binnen zo'n systeem, dat gaan we ook zien, is groei dus echt noodzakelijk. En is het dus ook heel duidelijk dat wanneer we geen groei hebben, dat we dan allerlei problemen die we hebben niet goed kunnen aanpakken. En bijvoorbeeld moet u dan denken aan de klimaatcrisis die natuurlijk nu woedt en waar we ook binnen Europa afgelopen zomer nog de gevolgen van hebben gezien door extreme hitte. En ik wil u even eerst meenemen naar het afgelopen jaar, naar 2023. Hoe is het de economieën van de ontwikkelde landen toen vergaan? En hoe ging het ook met de financiële markten? En hebben we nou wat kunnen doen aan die klimaatcrisis? Of zitten we toch zo vast binnen dat huidige systeem dat dat eigenlijk niet mogelijk is? En u kunt het antwoord waarschijnlijk al wel raden. Als we dan even teruggaan naar het afgelopen jaar, dan was 2023 natuurlijk nog steeds het jaar van de prijsstijgingen. En u ziet hier in deze plaatjes dat alhoewel de prijsstijgingen niet meer zo fors waren als in 2022, dat de prijzen nog steeds flink omhoog zijn gegaan, maar dat dat wel minder in een minder rap tempo ging. En dat is natuurlijk belangrijk, want dat betekent dat mensen wat minder in de geldproblemen komen. Dat was ook een focus van de centrale banken afgelopen jaar. Daar waren zij voornamelijk mee bezig. Zij wilden die inflatie naar beneden brengen.
Als gevolg daarvan zijn ze al in 2022 begonnen met de beleidsrentes te verhogen. Dat ziet u hier mooi in dit plaatje aan de linkerkant. En daar zijn ze flink mee doorgegaan in 2023. En het is natuurlijk goed om even dan te beseffen waar die inflatie nou eigenlijk vandaan kwam. We weten natuurlijk dat die inflatie grotendeels gecreëerd werd door de pandemie. En als gevolg daarvan allerlei toeleveringsketens die verstopt raakten. En ook deels in Europa natuurlijk door de oorlog in Oekraïne, waardoor de energieprijzen erg omhoog gingen. Het was eigenlijk een grote externe schok waar we mee te maken kregen. En de reactie van de centrale banken was om die prijsstijgingen dan het lijf te gaan door de rente te verhogen. Dus een zeer bot instrumentarium om de inflatie te proberen te beteugelen. Als u heeft gezien in het vorige plaatje, is dat wel deels gelukt. De vraag is natuurlijk of dat niet deels ook komt omdat die toeleveringsketens uit zichzelf weer naarmate de pandemie verder achter ons lag zijn hersteld. En ook doordat de energieprijzen inmiddels weer zijn gedaald. Hoe dan ook hebben ze, naar waar het er nu naar uitziet, hun doel deels bereikt. Maar dat komt wel, dat gaat wel ten koste van een aantal zaken. En zo weten we bijvoorbeeld dat de duurzame energieprojecten erg rentegevoelig zijn. Die hebben vaak veel hogere opstartkosten dan fossiele projecten. Dus op deze manier zie je wel dat zo'n bot instrumentarium ook de energietransitie kan afremmen. We hebben ook gezien dat overheden ook gefocust bleven op de prijsstijgingen, op de inflatie. Dus ze schoten opnieuw huishoudens te hulp om die toch nog steeds significante prijsstijgingen het hoofd te bieden. Je ziet hier aan de linkerkant een plaatje met de begrotingstekorten. En helemaal links ziet u de gemiddelde begrotingstekorten. En u ziet eigenlijk dat de begrotingstekorten in vanaf 2020 steeds hoger zijn geweest dan dit gemiddelde. Dus dat betekent dat overheden bovengemiddeld veel de bevolking te hulp zijn geschoten. Bijvoorbeeld door prijscompensatie voor energie. Hier zie je ook weer dat in het systeem waar we in zitten, waarin we die groei maar moeten blijven aanwakkeren, dat er dan ook maatregelen genomen worden die weer haaks kunnen staan op de klimaatdoelen. Want er is voornamelijk veel prijscompensatie gegeven voor fossiele energie. En dat, dat komt natuurlijk de duurzame ontwikkelingsdoelen zeker niet ten goede. Verder hebben we gezien dat er ook nog veel extra spaargeld in het systeem was. Als gevolg van die eerdere overheidssteun die je hier ook in dit plaatje ziet. Dus mensen hadden flink wat geld ook nog op kunnen potten. Dus dat hebben ze ook gebruikt om nog die prijsstijgingen het hoofd te bieden. Als gevolg daarvan bleef de consumptie aardig op peil. Meer dan verwacht eigenlijk. Meer dan je zou kunnen verwachten als de rente zoveel omhoog gaat in zo'n korte tijd. En dit had ook deels te maken met de pandemie. Door de pandemie waren werkgevers erg angstig geworden om personeelstekort te hebben. Dus zij zijn ook echt arbeid aan zich blijven binden en daardoor zijn er enorm lage werkloosheidscijfers te zien, ook in 2023 nog. Als gevolg daarvan stegen de lonen ook flink, niet zoveel als de prijzen zijn gestegen sinds het begin van de pandemie. Dus er is nog steeds een verlies aan koopkracht, maar dat verlies aan koopkracht werd dus deels gecompenseerd door overheden. Als gevolg daarvan bleef de economische groei eigenlijk verrassend op peil. Dat ziet u hier in dit plaatje aan de linkerkant, de groei in de Verenigde Staten. Die was echt boven verwachting hoog. Daar heeft de overheid ook fix meer steun geboden dan in Europa. Maar ook in Europa, waar natuurlijk de bevolking ook nog te maken had met de oorlog in Oekraïne die aan de landsgrenzen doorraasde.
Ook daar is de groei relatief meegevallen. Dus we hebben daar slechts een stagnatie gezien in de economische groei. Terwijl de meeste economen aan het begin van het jaar nog een fikse recessie in de eurozone verwachten. Wat we ook hebben gezien is dat doordat die consumptie op peil bleef en doordat bedrijven in staat waren hun prijzen verhogen, soms zelfs nog met meer dan hoeveel de kosten stegen, dat de winstmarges van bedrijven verder zijn gestegen in 2023. Wat zeer opvallend is. Zeker als je bedenkt dat de reden voor een renteverhoging vanuit de centrale bank deels is om op die manier de bedrijvigheid af te remmen. Dat is dus zeker niet gelukt. Bedrijven zijn zelfs meer winst gaan maken en de consumptie is op peil gebleven. En je ziet hier in dit plaatje hoe dat komt, dat bedrijven redelijk immuun zijn gebleven voor die rentestijgingen. Dat komt natuurlijk deels doordat overheden steun hebben geboden. Maar het komt ook doordat de lage rentes die we de voorgaande 10 jaar hebben gezien, dat veel bedrijven in staat zijn geweest om die rentes voor langere periodes vast te leggen. En daardoor profiteerden ze eigenlijk dus van de hogere rentes. Want ze konden wel op het geld wat ze nog op de bank hadden staan meer rente verdienen. Terwijl het geld wat ze hadden geleend nog steeds voor die lage rentes uitstond. En als gevolg daarvan tegen de winstmarges van de bedrijven. Dus dat is wat u hier in dit plaatje ziet. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan was 2023 dus een jaar waarin inflatie nog steeds hoog was, maar afnam. Er fix wat steun was nog van overheden. Die hoge rentes nog niet echt pijn deden bij zowel bedrijven als consumenten. En als gevolg daarvan stegen ook de aandelenmarkten flink, vooral in het laatste deel van het jaar. Het zogenaamde zachte landingscenario werd echt consensus voor beleggers. Wat bedoel ik daarmee, zachte landing? Daar bedoel ik mee dat inflatie wel weer daalt naar de 2%, wat het doel van de centrale banken is. Maar dat dat niet komt doordat er een recessie is, maar doordat het alleen maar komt doordat de groei, economische groei, iets afremt. Dat is waar aandelenmarkten flink op hebben ingezet. Als gevolg daarvan zijn aandelenmarkten vooral in het laatste deel van het jaar flink gestegen. Dat is wat u aan de linkerkant ziet. En aan de rechterkant ziet u de marktrentes van dus bijvoorbeeld hier de staatsobligaties. En u ziet daar dat die rentes tot eigenlijk het laatste kwartaal van 2023 nog aan het stijgen waren. Maar dat die daarna flink zijn gedaald. En dat kwam eigenlijk door hetzelfde punt. Ook doordat de markten steeds meer dat zachte landingscenario gingen inprijzen. En daardoor werden er ook al renteverlagingen weer ingeprijsd. Omdat inflatie alweer richting de doelen van de centrale banken ging. En investeerders verwachten dus echt dat centrale banken binnen niet al te lange tijd zouden zeggen: mission accomplished, we gaan de rente weer wat verlagen. Dat is heel kort samengevat 2023. En ik vond het belangrijk om even daarbij stil te staan, omdat dat natuurlijk voor een groot deel bepaalt wat we dit jaar kunnen verwachten. Dus wat verwachten wij voor 2024 op economisch gebied en voor financiële markten? Dan ontkomen we er niet aan weer naar die overheidsbestedingen te kijken. En dan ziet u hier weer een plaatje met de begrotingstekorten. En dan ziet u hier ook onze verwachting voor 2024. En daarin ziet u dus dat, en dat is onze verwachting, dat overheden steeds meer tegen de grenzen van hun bestedingsruimte gaan aanlopen. Dit betekent dus dat er minder steun te verwachten valt dit jaar. En dat is aan de ene kant misschien, zou je zeggen, goed. Want we moeten ergens een grens trekken. En we kunnen niet oneindig blijven interen op de toekomst. Of de toekomstige generaties. Want dat is eigenlijk wat je doet als je veel geld leent. Hè, dan leen je dat van de toekomstige generaties.
Maar aan de andere kant zijn er ook investeringen nodig om die toekomstige generaties juist te helpen. Bijvoorbeeld klimaatinvesteringen. Dus het is een balans die gevonden moet worden. En wij denken dat die balans niet al te best zal uitslaan in 2024. En dientengevolge verwachten wij dat de groei wat verder zal afzwakken in dit huidige jaar. Hier ziet u de economische groei uitgesplitst naar bestedingscomponenten. Misschien een beetje ingewikkeld, maar wat er eigenlijk hier te zien is, is dat we verwachten dat de consumptie wat verder afzwakt. Dat de investeringen vooral in de Verenigde Staten iets terugvallen. En dat er over het algemeen een verdere afremming is van de economische groei. Betekent dit dan dat we die zwakte die we niet gezien hebben in 2023, dat we die dan voor 2024 verwachten? Nou, dat nou ook weer niet, want we zien tot dusver dat eigenlijk de economie aardig op de been blijft, vooral in de Verenigde Staten. Dus we verwachten dat die afzwakking ook niet tot een grootscheepse recessie zal leiden. Misschien zijn er wat kleine, milde recessies in de tweede helft van dit jaar. Verwachten we dat voor bijvoorbeeld de Verenigde Staten en voor het Verenigd Koninkrijk. Maar dat zal niet tot gevolg hebben dat dat flink voor wat verwarring en consternatie zorgt op de financiële markten. Als we dan kijken naar die groei voor de ontwikkelde economieën tezamengenomen, dan kunnen we wel zien, en dat liet Hans ook al zien, dat groei steeds lastiger te bereiken wordt voor die ontwikkelde landen. En dat het op basis hiervan al logisch zou zijn om na te denken over een systeem dat niet meer gebaseerd is op economische groei. Je ziet hier dat voor de periode 2000 tot 2019 groei rond de 2% lag, daarvoor zelfs rond de 3%. We verwachten dat voor 2024 die groei aanzienlijk lager is. En dat brengt natuurlijk met zich mee dat er dan opnieuw voor een aantal, vooral de laagste inkomensgroepen, weer geldzorgen zullen ontstaan. En we hebben ook gezien dat geldzorgen vaak leiden tot beslissingen die vooral op de korte termijn wat zekerheid bieden, maar die niet de lange termijn ook in ogenschouw nemen. Dus bijvoorbeeld prijscompensatie voor energie, ook al is dat fossiele energie. En ik denk dat dat zeer van belang is ook dit jaar, want we weten natuurlijk dat er veel verkiezingen zijn in alle ontwikkelde economieën. Dus dat kan wel eens de boventoon gaan voeren opnieuw dit jaar. En dat zou wel eens niet zo goed kunnen uitpakken voor bijvoorbeeld de klimaatcrisis. Nou, tot slot, wat betekent dit dan allemaal voor onze verwachtingen voor financiële markten? Financiële markten die ook de afgelopen maand, januari, blijven volledig inzetten naar het uitziet op die zachte landing. Hier ziet u aan de linkerkant de winstverwachtingen, de winstverwachtingen earnings per share, winstverwachtingen per aandeel betekent dat. En als je hier kijkt, dan zie je dat bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, maar ook in Europa, dat die winstverwachtingen nog hoger dan 5% zijn of zelfs 10% in de Verenigde Staten. Wij vinden dat met alles wat ik net benoemd heb onrealistisch hoog. En dit is wat op dit moment is ingeprijsd in de aandelenmarkt. Dus wij verwachten dat nog wel eens kan gaan tegenvallen als blijkt dat die winsten toch niet haalbaar blijken. Aan de rechterkant ziet u wat er gebeurt meestal met de aandelenmarkt als er een recessie is in de Verenigde Staten. Meestal betekent dit dat aandelenmarkten gaan dalen. Dus mocht er onverhoopt toch een wat grootschaligere recessie uitbreken in de Verenigde Staten, dan is dit ook niet goed nieuws voor aandelenmarkten. Het betekent niet dat wij enorm pessimistisch zijn. Het betekent vooral dat we de risico's aan beide kanten zien. Dus dat we hier ook wel erg op gefocust zijn. En dat we dientengevolge dus op het moment zelf een neutrale weging hebben wat betreft de verdeling tussen aandelen en obligaties. En
dat hangt ook samen met de verwachtingen. En dit is mijn laatste slide die de markt momenteel heeft voor de centrale banken. Op het moment verwachten beleggers dat centrale banken de rentes flink zullen verlagen. Dat is op het moment ingeprijsd. Mocht dit nou niet op dit niveau gebeuren, dan zal dat ook voor teleurstelling leiden. En dat zou ook wel een effect kunnen hebben op de aandelenmarkten. Want als je er goed over nadenkt, is het eigenlijk iets wat tegenstrijdig dat beleggers nu volledig inzetten op fikse renteverlagingen, maar ook inzetten op het feit dat er geen recessie zal zijn. Meestal zien we alleen fikse renteverlagingen als er een recessie is. Dus er zit een tegenstrijdigheid in de markt momenteel. Dat kan nog een hele tijd zo doorgaan, maar het zou, als het net wat tegen zit, kan het ook ongunstig uitpakken. En dat houden we nauwgezet in de gaten. En dan gaan we nu terug naar Hans, die ons nu gaat verwennen met zijn cliffhanger. Ja. Misschien even om de brug te slaan voor u als kijker en luisteraar. Wat Juri heeft gedaan en heeft verteld, is het verhaal van hoe wij omgaan met beleggingsportefeuilles, hoe wij kijken naar de economie en markt op korte termijn. Op korte termijn kunnen wij het systeem niet. Wij moeten rekening houden met renteontwikkelingen, met waarderingen op de markt, en op die manier moeten wij het beste omgaan met de portefeuilles. Dat is iets anders dan waar wij voor beleggen, dus welke impact we willen maken met die portefeuilles. En dat is ook iets anders dan de economie waarvoor wij beleggen. Dus ook hoe die wereld er dan uit zou zien. En wat wij hebben gedaan de afgelopen jaren in onze beleggingsstrategieën is altijd gezegd, impact eerst, hè? Dus impact staat voorop. We hebben dat afgelopen jaar nog wat aangescherpt in ook hoe we dat proberen te doen in heel Triodos Bank. En dan hebben we het over de transformatie van de economie. En wat dan het eindpunt is, en daar wil ik u nu wat over vertellen, dat is een postgroeisamenleving. Een samenleving die niet afhankelijk is van groei, die veel duurzamer is binnen planetaire grenzen met genoeg voor iedereen. Dat is het eindpunt. Ik ga u nu over het eindpunt vertellen. En daartussenin ligt een transitie. Eigenlijk waarvoor wij dingen proberen te doen. En wat postgroei is, is een samenleving met gelukkige mensen, met individuele vrijheid, culturele rijkdom en gemeenschappen op een florerende planeet. En als u, en ik weet niet of u beleggingszaken van de Triodos Bank bij de hand hebt, dan ziet u die dingen ook terugkomen in de thema's waarop wij beleggen. De keuzes die wij daarin maken. Maar even weer, dus dat is het, en daar kunnen we dadelijk in de Q&A nog wel over hebben, maar dat is het achterliggende doel en dat is de logica van wat we dingen doen. Dit gaat over het eindpunt, over een postgroei. Juri had het over het hier en nu, waarin wij beleggen, en daartussen zit onze strategie. Die gaat over de transitie. Een economie gericht op duurzaam welzijn is niet de status quo, is niet waar we nu zijn. Meer economische activiteit is nog steeds het doel. En dat ziet u ook als het gaat over de beleggingswereld. Het is heel erg ingewikkeld, voor ons ook, maar voor u wellicht ook. Als u weet dat de huidige economie niet duurzaam is, in alle opzichten niet. En als u met een gemiddelde beleggingsportefeuille belegt in die niet duurzame economie, of de benchmark is een niet duurzame economie, dan willen we ons daar eigenlijk niet mee vergelijken. Want dat is groei gebaseerd op extractie, op meer negatieve externe effecten, op uitbuiting. Dat is niet het soort groei en het soort winst dat wij willen hebben. Dus wij hebben 3 scenario's gemaakt en die ga ik even kort met u doorlopen. Dat is dus niet hoe wij op dit moment beleggen, dat is de toekomst zoals we die zien. De eerste is een vraagtransitie. Van veel spullen bezitten naar ervaringen verzamelen. Ofwel een economie die dichter komt bij een circulaire economie, waar spullen langer mee kunnen gaan, waar we kunnen hergebruiken, waar we kunnen delen, waar spullen en materiële bezit als statussymbolen veel minder belangrijk zijn, maar daar in plaats komen ervaringen, komt cultuur, komt dingen samen doen.
Is dit utopisch? Ja, op dit moment is dit hartstikke utopisch. Hoe zouden moeten en kunnen? Ja, zeker. Is dat iets wat in het verleden gebeurd is? Ja, zeker. Er zijn culturen die vooruitgang en status heel anders hebben gedefinieerd. Dat is het eerste scenario dat begint met gewoon mensen die andere dingen vragen van bedrijven en vaak minder. Scenario 2 is een aanbodtransitie. Ik zei net circulaire economie, dat was vanuit de vraagkant. Vanuit de aanbodkant kan je denken aan ook een circulaire economie, maar dat is dan dingen fundamenteel anders produceren, lokaal, beter in elkaar gezet, beter ontworpen, beter te repareren, langer meegaand, beter her te gebruiken, multifunctioneel. Met andere materialen, met secundaire stromen, hè, dus geen telkens nieuwe metalen en mineralen of grondstoffen, maar recyclede zaken, dat is de laagste orde. En dit bij elkaar is niet alleen, dus die aanbodtransitie is niet alleen van duurzaamheidsbelang, is ook van strategisch belang voor Europa, is ook een kostenoverweging voor bedrijven. En is ook, en dat is wel de combinatie met die vraagtransitie, is ook een mogelijkheid om producten en productie dichter bij mensen te brengen. Zeker op het moment dat in heel Europa tractoren op de weg staan. De landbouwproductie, om die beter dat verband te maken, maar dan wel op een duurzamere manier. En het derde scenario dat we hebben, dat is eigenlijk ook een soort vraagscenario, maar een vrije tijdstransitie. Er waren de laatste tijd weer een heleboel rapporten die zeiden van, oh jee, in Europa hebben we vergrijzing en vergrijzing is een probleem, want dan hebben we minder mensen die kunnen werken. En hoe gaan we dan onze toekomst en welvaart in de toekomst betalen? Een hele logische redenering vanuit hoe we het systeem hebben opgebouwd. Afhankelijk van groei, pensioenbesparingen, afhankelijk van economische groei. Handen die we nodig hebben om al het werk te doen wat we hebben, afhankelijk van groei, terwijl de vraag die daarvoor ligt. Hebben we dat allemaal nodig op deze manier? Werk, is dat even nuttig? Willen we voor een pensioen sparen op een manier dat dat gaat via financiële markt? Kunnen we niet veel meer bijvoorbeeld in natura sparen, dat we pensioenfondsen of hoe we dat regelen, de opdracht geven. Wij willen goede gezondheidszorg en een fijne woning op de oude dag, maar dat hoeft niet per se geregeld te worden door te besparen via beleggen en dergelijke. Dus je hebt daar andere keuzes. Want uiteindelijk is het idee ook, als je een vrije tijdstransitie krijgt, de droom van John Maynard Keynes in 1930 en van zijn kleinkinderen, dan had hij het idee van, we worden zo productief. We kunnen af met 15 uur werken per week. Dus veel minder, en hebben we veel meer tijd om andere dingen te doen. Maar, schreef hij daarbij, het kan alleen als we onze materiële behoeften weten te bedwingen. Als we insatiable needs, hè, dus onze onverzadigbare behoeften weten te bedwingen. Dat is niet gebeurd. Wat we hebben gedaan is die drie scenario's doorgerekend. Kunt u allemaal in onze investment outlook lezen. En dan zien we, en dit is even uitgedrukt, in hoeveel aarders we nodig hebben in Europa. We hebben dat voor Europa gedaan. En Europa heeft, om deze economische activiteit te hebben, meer dan 2,2 aarders nodig. In ons vraagscenario, waar we dus gewoon minder spullen gaan kopen en meer samen doen, dan hebben we minder. Zo komen ze alle drie. Dan hebben we ongeveer anderhalve aarde nodig in ons aanbodscenario. Dus anders produceren. Dan is het 1,1 aarde. En ons vrije tijdscenario hebben we nog steeds twee aardes nodig. Maar wat is nu de grap? We kunnen deze drie scenario's combineren. En dan kunnen we in Europa op een welvaartsniveau leven dat nog steeds goed is. Maar wel anders verdeeld. Economische groei gaat in elk van deze routes, van deze pathways, gaat omlaag. En dat is, dit is over de komende 15 jaar, en dat is dan 13% minder in het vraagscenario en zo'n 10% in het aanbod en 8% in het vrije tijdscenario. En als je die dus combineert, wil niet zeggen dat je die helemaal op kan tellen, want er zit overlap in, dan kom je dus in een verdere reductie van de economie. Dit was het verhaal, hoe je dat kan doorrekenen, hoe je dat kan laten zien. Maar er zijn natuurlijk een heleboel veranderingen nodig in
de samenleving willen we dat voor elkaar krijgen. Die niet alleen te maken hebben met beleggen, ik kom daar zo nog heel even kort op terug. Maar die ook te maken hebben met hoe we dingen in de samenleving hebben georganiseerd. De eerste is bestaanszekerheid. Wat hiervoor nodig is, is ook dat mensen veel meer zekerheid hebben, baanzekerheid bijvoorbeeld, om ervoor te zorgen dat ze andere dingen kunnen gaan doen. Is dat meteen een basisinkomen? Dat hoeft niet per se. Het kan ook zijn dat we gewoon regelen, zeker in rijke landen zoals in België, dat mensen genoeg hebben. Een andere is genoeg is genoeg. Er is misschien, en daar heeft Ingrid Robijns, die in Nederland werkt, maar uit Vlaanderen komt, laatst een mooi boek over geschreven. Er is misschien een limiet aan rijkdom. En hoeveel dat is weten we niet, maar dat is wel belangrijk, want het is veel makkelijker om als samenleving met minder economische activiteiten af te kunnen als we dat eerlijker verdelen. Een ander element, daar kunnen we uitgebreid over spreken, maar dat gaan we nu niet doen, is dat wij instituties hebben ingericht op groei. We hebben belastinginkomsten ingericht op economische groei. Hoe meer economische groei, hoe meer belastinginkomsten. Als we dat zo houden, dan blijft het ook zo dat we dat nodig hebben. En je kan ook andere keuzes maken. Je kan vermogen meer belasten. Je kan ook vervuiling meer belasten. En daardoor heb je andere belastinginkomsten en dan ben je minder afhankelijk van groei. Een ander element is de financiële sector. De financiële sector is wat mij betreft niet de oorzaak van groei, maar wel de turbo die er opgezet kan worden. Door rendementsverwachtingen, door met grote hefbomen, dus met veel schulden te financieren, zorgt ervoor dat er steeds meer groei nodig is om het systeem in stand te houden. En als laatste het bedrijfsleven en hoe met name eigendomsstructuren in bedrijfsleven zijn, zorgen ook vaak voor enorm veel groei. Hier kan ik ook weer een half uur over praten, maar dat zal ik u niet aandoen op dit moment. Maar het is heel belangrijk om te beseffen dat hoe wij het bedrijfsleven ook georganiseerd hebben, bepaalt in belangrijke mate, wat ik u in het begin liet zien, welke prikkel wij hebben om te blijven groeien. Terwijl dat eigenlijk, dat kan ook anders. Het kan in ieder geval op zijn minst minder, terwijl het niet ten koste hoeft te gaan van welvaart. Hoe zit dat nou met beleggen en de financiële sector en postgroei? Hoe kan Priudels nu wel zeggen dat er groei komt of dat er rendement, positief rendement is, terwijl we het hier hebben over krimp? Dat heeft te maken met de keuzes die je maakt. Wat heel sterk zit in het denken over postgroei is dat je moet nadenken, wat Priudels al decennia lang doet. Wat is de verbinding met de reële economie? Wat gebeurt er in de reële economie? En vinden we dat nuttig en waardevol wat daar gebeurt? En wat wij hebben gedaan, ook in onze beleggingsstrategieën, dat weet u allemaal, is bijvoorbeeld fossiel is er volledig uit. Fast fashion, een van de meest vervuilende sectoren, is er uit. Niet omdat we die mensen niet aardig vinden, maar omdat we eigenlijk een postgroeiredenering hebben. Dit hebben we niet nodig in een duurzame samenleving. Dit kan anders, dit kan beter. En daarvoor maken we dat soort keuzes. En de dingen waar we wel in investeren, waar we wel in beleggen, die moeten groeien. Die moeten groeien om die postgroei samenleving te realiseren. Dus daarom geloven wij er ook heilig in. Dat in een samenleving waar de ecosysteemrisico's toenemen. En als je daar aan blootgesteld bent, dat je dan veel meer risico's hebt in de portefeuille op de lange termijn dan de keuzes die wij maken. Dat wilde ik nog even toevoegen. Lieve, aan jou. Dankjewel Hans en Juri. We gaan over naar een aantal vragen. Hans, je hebt al zo even een van de vragen die gesteld zijn beantwoord. Ik ga daar zelfs nog wel een vraag aan toevoegen. Hoe kunnen we ons beschermen tegen de in deze tijden waar er oorlog is in Oekraïne, waar er het conflict met Rusland, waar NATO zich uitbreidt, wat misschien nog meerdere conflicten met zich meebrengt. Hoe kan je op heel korte termijn, want zulke dingen gebeuren, we zien ze misschien aankomen, maar ze gebeuren dan wel weer plots. Hoe kan je dat als belegger in impactportefeuilles, hoe kan je beschermen? Kan je je beschermen? Ja, dat kan zeker. Ik denk dat het belangrijkste woord hier is diversificeren. He, dat is wat gebeurt ook binnen onze fondsen. Wij investeren natuurlijk in allerlei verschillende
bedrijven, waardoor je risico's spreidt. Als je dan ook nog over de verschillende beleggingscategorieën spreidt, dan heb je al een deel aangepakt. Maar het gaat hier natuurlijk ook over impact beleggen. En dan denk ik dat het ook juist belangrijk is. We zien deze situaties op de korte termijn, maar we weten ook dat dat effect kan hebben op de lange termijn. En als we nu bijvoorbeeld zien dat er een energiecrisis is, of dat er verschillende geopolitieke spanningen zijn, dan loont het om ook te investeren in bijvoorbeeld hernieuwbare energie. Omdat we daarvan weten dat dat ons wat meer zekerheid geeft, wat zelfstandiger worden. En dat dat ook op de lange termijn nog rendabel is. En ik denk dat dat eigenlijk verhoudt zich mooi tot het plaatje wat Hans liet zien met die sectoren die moeten krimpen en die moeten groeien. Ik weet niet of jij er nog wat aan wil toevoegen, Hans? Ja, kijk, als het gaat over zwarte zwanen, dat hebben we de afgelopen jaren ook gezien. Het is vrij onvoorspelbaar hoe ze uitpakken. Dat heb je met zwarte zwanen. Ook op de markt. Hè. Ik herinner me nog bijna 4 jaar geleden, het begin van corona, toen de markt helemaal wegzakte. Maar het herstel ook weer vrij snel kwam. En een herstel wat toevallig, moet ik bijna zeggen, heel goed was voor impact. Eigenlijk alles wat wij erin hadden zitten was goed en fossiel ging heel slecht. De Oekraïne-oorlog was eigenlijk het omgekeerde. Dat je zag dat alles wat wij er niet in hadden, samen met de nadere renteverhoging, deed het vrij goed. Gewoon door de aard van de schok. Ik denk zelf, als het gaat over zwarte zwanen, dan hebben we inderdaad het Oekraïne-Rusland, we hebben het Midden-Oosten, maar we hebben ook nog, wat Juri ook al zei, een aantal verkiezingen te gaan. En we weten ook nog in 2016, toen Trump aan de macht kwam, dat dat ook een behoorlijk effect had op markten. En ook weer een effect wat niet helemaal verwacht was op dat moment. Ik denk dat we nu beter kunnen voorstellen. Dus het eerlijke antwoord is denk ik van, er is geen uniek recept voor het beschermen van portefeuilles. Het is wel diversificatie vooral diversificatie. Maar er zijn geen garanties te geven. Geven de aard van dit soort schokken. Want daar begon ik mee. Een polycrisis of een systeemcrisis waar we nu in zitten. Is ook wel dermate ingewikkeld. Dat ook lastig te voorspellen is. En wat wij zien. En waar we bijna elke dag een gesprek over hebben. Is dat een deel van de financiële wereld. En een deel van de beleggingsportefeuille eigenlijk best wel losgezongen is van de reële economie. En dat maakt het ook veel lastiger. En dat hebben we ook gezien, met name in coronatijd, dat terwijl de hele economie op zijn gat lag, financiële markten het goed deden. Vooral door overheidsingrijpen en door monetair beleid. En dat kan ook gebeuren. Dus dit is nogal een uitgebreid antwoord, maar ik wil u ook niet het idee geven dat wij exact weten hoe u zich kan beschermen. Een zwarte zwaan is ook een beetje een zwarte zwaan. Ben ik bang. Ondertussen is er een andere vraag binnengekomen. Ik ga die stellen en er eentje toevoegen. Waarom is jullie visie post-growth nog slecht gedeeld door een kleine minderheid onder de economen? En ik wil eraan toevoegen, zie je daar toch verandering in? Jij citeerde Ingrid Robijns en ook nog anderen. Is die kleine groep toch aan het groeien? Ja, misschien is dat omdat ik in die kleine groep zit en nog steeds meer mensen ken. Dat moet je niet uitsluiten, dat ik ook aan tunnelvisie leid. Ik denk het eerlijk gezegd wel. Het gaat soms wel om de naam. Als je begint over degrowth bijvoorbeeld, dan worden sommige mensen heel boos en willen niet naar je luisteren. En andere mensen zeggen precies, daar gaat het om. Het gaat wel over systeemverandering. Je ziet steeds meer gebeuren rondom systeemverandering. Maar post-growth en ook economen zie je en hoor je er wel steeds meer over. Vanochtend sprak ik bijvoorbeeld nog Tim Jackson. Tim Jackson is een econoom die hier al decennia mee bezig is. En wat hij vanochtend zei, dat vond ik wel mooi en ook wel treffend qua antwoord. Hij zei van ja, maar ik word voor zoveel dingen uitgenodigd. En soms denk ik ben hier de joker op het podium. Maar hij komt ook bij al die instellingen, we hebben het uitgebreid gehad over de financiële sector, bij centrale banken, ook allemaal mensen tegen die hierover nadenken, die hiermee bezig zijn en die ook de logica inzien van een systeem wat niet kan blijven groeien
op een aarde die begrensd is. En alleen zij zitten, net als dat het systeem gevangen zit in de instituties, zitten die mensen ook vaak gevangen in letterlijk in het instituut waar ze werken. En mijn vermoeden is dat sneller gaat, dat dat gaat opschalen, dat dat anders wordt en dat dat de komende jaren echt gaat gebeuren. En dat is geen positief verhaal voor een deel. Want de crisis waar we in zitten, ook de existentiële crisis van onze samenleving, die samenvalt met een economische crisis die we niet kunnen oplossen. Kijk maar hoe mensen stemmen in veel landen. Heeft alles te maken met het gevoel, met dat iedereen aanvoelt van dit werkt niet. En dan zoeken we zondebokken, dat werkt ook niet. Je moet zoeken naar oplossingen. En wat wij ook proberen te doen met deze verhalen is zeggen van oké, het kan echt anders. Maar dan moeten we wel durven en dan moeten we wel anders durven nadenken. Moeten we ons wel kunnen verbeelden wat dat dan is. En eigenlijk is onze outlook, het is een economische versie van een verbeelding, om te laten zeggen van oké, het kan echt. En wij hebben op onze outlook ook van veel kanten, ook over de hele wereld, best veel reacties gekregen van mensen. Oh, wat goed dat jullie dat doen. Ik wil me niet te veel op de borst kloppen. Maar het is wel om te laten zien dat je anders kan en mag nadenken. Ook bij een bank. En dat is voor mij heel belangrijk. En daarom denk ik dat dat ook door steeds meer mensen gedeeld wordt. Maar misschien ben ik iets positief voor. Dank je. Ik ga nog heel snel één laatste vraag nemen. En in feite, het is wat je net zei. Meenemen naar een bepaalde sector. In de kledingindustrie, met alles wat we weten, hoe komt het dat we toch nog zoveel, we of anderen, in fast fashion investeren? Heel kort hierop. Nou, kijk, wat er aan de hand is, en ik vind het eigenlijk best schokkend. Wij zijn een van de weinige, echt een van de weinige duurzame beleggingshuizen die niet in fast fashion. Ik wil niemand beschuldigen, maar ik snap niet dat in indices en beleggersportefeuilles van duurzame beleggers fast fashion in zit. En dat is de grondreden. Dat mensen niet kijken, en dat is wat wij de hele tijd proberen, naar de kern van waar je in belegt. Wat doen ze nou echt? Wat doet fast fashion nou echt? Natuurlijk is het leuk als ze bezig zijn met mensenrechten in de supply chain. Dat is heel belangrijk. Als die mensen die onderbetaald worden ook nog in spullen maken die vervuilend zijn en niet nodig, dan snap ik niet waarom duurzame beleggers daar nog in zitten. En dat is wat mij betreft het probleem. Er wordt niet genoeg nagedacht waar het geld naartoe gaat. En klanten en die kunnen daar ook heel moeilijk achter komen hoe dat zit. Dus dit is ook een bewustwordingsding, hoe we dat kunnen doen. Ik kan hier nog heel lang over praten, maar dat gaan we nu maar even niet doen. Maar het is een hele belangrijke vraag. Dank je. Ik denk dat de kijkers samen met mij het gevoel hebben dat 1 uur belachelijk kort is om over deze belangrijke vragen van gedachten uit te wisselen en inzichten te delen. Dus misschien moeten we hier kijken naar onze jaarplannen of we meer tijd kunnen uittrekken voor deze hele belangrijke vragen die aan bod komen en de visie die we hier proberen uit te leggen. Dat kan niet meer vanavond. Mij rest om jullie allemaal te danken om dit uur samen met ons door te brengen over deze hele belangrijke vragen. We hopen nu in de toekomst dit opnieuw met u te kunnen doen. Ik dank Hans en Juri voor hun aanwezigheid vanavond en mijn collega's achter de schermen eveneens om dit allemaal in goede banen te leiden. Dank u, tot heel gauw, fijne avond nog.